via Cultura Weekend Magazine. Met Timothy van der Holst, die alweer zijn 8e CD-release in Japan meemaakte. Ja, ik ga met Timothy praten over iets wat jij volgens mij al naast je op de stoel hebt gelegd. Ja, ik dacht, ik neem hem even mee. Ik ben er trots op. Ja, dus ik, ja een CD. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar trots op bent. Ja. Toen ik vanochtend wakker werd en mijn Facebook even opende, kwam ik al een nummer van jou tegen, wat je volgens mij net geplaatst had. Ja, vandaag is een single uitgekomen in Europa, zeg maar. Ja. En vorige week het hele album al in Japan. En het album komt pas in januari uit in Europa. Ja. Via een Duits label. Ja, en daar word ik razend nieuwsgierig. Duitse producer, muzikant. 8e CD volgens mij in Japan. Ja. Hoe komt een Duitse muzikant aan zoveel belangstelling in Japan, dat daar inmiddels de 8e CD verschijnt? Ja, 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 dat is 2006 is mijn eerste album daar uitgebracht van een groep, de Jazz Invaders, waar ik toen de tijd veel mee speelde. Japanners zijn erg geïnteresseerd in jazzy muziek. Mm-hmm. En het was al snel een contact daar zo. En wilde mijn eerste CD toen de tijd uitbrengen. En dat liep zo goed dat er gelijk 3 maanden daarna een tour gepland werd. Ja. Met de Jazz Invaders door heel Japan hebben we overal gespeeld. In alle bekendere jazzclubs daar. En sindsdien is die samenwerking eigenlijk altijd gebleven met dat label daar. Ja. P-Fine Records. Ik maak veel meer CD's dan dat zij uitbrengen. Ik maak veel producties, ook met andere groepen en zo. Ja. En ze wil altijd op de hoogte gehouden worden van wat heb je nu weer gemaakt. Ja. En af en toe kiezen ze daar iets uit en brengen ze dan uit. Dat was in dit geval dan weer deze CD. Ja. Want als ik kijk en luister Jazz Invaders of deze productie, daar zit nog wel een wereld van verschil tussen. Ja, dit is wel echt wat anders. Het is meer pop georiënteerd. Ja. West Coast stijl uit de Amerikaanse West Coast, zeg maar. Daar is het op gebaseerd. Eind jaren 70 werden daar prachtige platen gemaakt door onder andere Doobie Brothers en Michael McDonald's. Ja. Dat soort. En daar is die muziek erg op geïnt, op die sound, zeg maar, uit die tijd. Met hetzelfde instrumentarium uit die tijd. Ja. En ik ga daar altijd vrij puristisch mee om, zeg maar. Ja, dus je blijft heel dicht bij wat jouw inspiratiebronnen voor zo'n album zijn, wat dat betreft. Ja, ja, ja. Ja. Dus, kennelijk vinden ze dat mooi in Japan. Dus, Ze wilden het ook al eerder uitbrengen dan dat het hier in Europa uit zou komen. Mm-hmm. Het komt hier en daar hier op het Duits label uit, wat dan ook weer in Nederland verkrijgbaar wordt. Ja. En dat label is gespecialiseerd in dit genre. De grotere namen op dat gebied worden daar uitgebracht. En het is heel leuk om daar onderdeel van uit te maken. Ja, nu. Ja. Dus als het dan straks ook in Europa verschijnt, dan is het ook in Nederland en in Dordrecht verkrijgbaar. Ja, dan is het gewoon verkrijgbaar bij Velvet en op Spotify. En, ja. Ja. Ja, en als we daarnaar nou kijken, is Spotify nou in deze tijd de belangrijkste verspreider van de muziek die jullie maken? Of is de CD zelf toch ook wel echt een... Nou, in Japan is het nog steeds CD's. Mm. Dat zou je niet verwachten, want je verwacht toch dat zo'n land altijd voorop loopt. Met, ja. Maar zeker in bepaalde genres muziek zijn het gewoon echt verzamelaars van die muziek en die willen dat op CD hebben. Heb je hier in Nederland ook nog steeds CD-liefhebbers en veel meer nu LP-liefhebbers. Hè? De LP is helemaal terug. Hij komt ook op LP uit. Oké. Okay. En Spotify is wel heel erg belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. Ik bedoel, ik heb zelf nog spijt als haar op mijn hoofd dat ik ooit, toen ik wat kleiner ging wonen, al mijn LP's de deur uit heb gedaan. Maar vinyl is alweer een aantal jaren echt helemaal hot. Hè? Ja, dat heb ik nooit gedaan, mijn vinyl de deur uit. Dus dat met als gevolg dat als ik niet dat ik nu moet gaan verhuizen, 5000 LP's moet gaan versjouwen. Maar,
Ja, nee, de vinyl is helemaal terug natuurlijk. Dus dat is heel grappig om te zien dat de LP-verkoop is nu hoger dan de CD-verkoop. Ja. Maar ik ben zelf ook nog, ik koop nog steeds LP's. Niet meer zoveel als vroeger. Maar Spotify is ook wel degelijk een onderdeel van mijn manier van naar muziek luisteren. Ja. Sterker nog, ik denk dat ik bepaalde albums op LP heb, maar op Spotify meer geluisterd heb, omdat dat beter uitkomt in de auto en op andere plekken waar je je plaat niet kan draaien. Ja, ja, ik ben nog zo'n gebruiker van cd'tjes in de auto en Spotify in mijn huis. Maar ik heb twee zoons, millennials, die weer helemaal into vinyl zijn, zal ik maar zeggen. Ja, ja, dat, nou zeker jonge mensen zijn erg into vinyl. Ja, dat vind ik ook heel erg tof om te zien. Ja, dus, en ik snap het ook wel, want het is toch... Spotify is veel meer van de playlisten en veel meer dat nummers afzonderlijk, artiesten afzonderlijk, liedjes geluisterd worden, zeg maar. En een LP is natuurlijk echt een heel album van die artiest die je luistert. Ja. En die beleving van een LP kopen en dat 20 keer draaien als je hem gekocht hebt en... Ja, dat is toch een bepaalde romantiek die, geloof ik, wel weer ontdekt wordt door jonge mensen. Ja, nou ja, ik bedoel, die romantiek zit ook wel een beetje aan cd'tjes, zou ik bijna zeggen. Ja, dat is eigenlijk... Als voorbeeld, Home Grows is ook een cd die door jou geproduceerd is, Michael de Jong. Postuum uitgebracht. Ik kan er niet genoeg naar luisteren. Ik dat is leuk om te horen. Drie keer achter elkaar op. En dan, echt zo leuk om naar te kijken. Dus ik verheug me ook op... jouw nieuwste... Het duurt nog even in Nederland. Het duurt nog even hier in Dordrecht. Ligt er dan ook nog weer een tour in het verschiet? Ga je weer een keer naar Japan? Het is een beetje afhankelijk van wat het album gaat doen. Ja. Hoe de reacties zijn. Het zal nu een stuk moeilijker zijn. Sowieso corona is al moeilijk. Maar de laatste jaren was het al moeilijker om in Japan te kunnen spelen. Okay. Het is een kostbare aangelegenheid om met 6-7 mensen naar Japan af te reizen. En daar... optredens te doen, dan moet er ook wel wat geld binnenkomen. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Dus toch het andere kant van de wereld. Wat dan? Ja, precies. Hartstikke fijn dat je dat verhaal hier even met ons hebt willen delen. Graag. Mensen die op Facebook zitten, ga dat nummer, die single, ga hem even kijken, luisteren. Het is echt hartstikke tof weer. Inderdaad wel wat catchy, popachtig nummer in dit geval. Dus anders dan de Jazz Invaders. Maar zeker heel erg de moeite waard. Timothy, heel erg bedankt dat jij dit met ons wilde delen. Ik begrijp dat je op punt staat om inderdaad allerlei dozen in te pakken en te gaan verkassen. Dus mag ik jou daar heel veel succes bij wensen. Dankjewel. En tot ziens.